Het is maandag en ik ben iets aan het opknappen, gelukkig. We zijn onderweg naar het Amsterdamse bos en mijn zus is op bezoek samen met Bas, Morris en Nové. We lopen de weg. Dus we gaan even lekker een rondje lopen naar de geitenboerderij. En het is echt super mooi weer. Ik ben nog niet eens buiten geweest. Ja joh, rustig. Hou hem even goed recht. Kijk eens omhoog. Ik hou je vast. Lijkt alsof in de Efteling lopen. Klein bange scheitertje is Morris. In de Efteling lopen. Klein bange scheitertje. Ik probeer de hele tijd beelden te maken van Nové waar ze wakker is, maar het slaapt. Het slaapt alleen maar. Hey, het is op dit moment dinsdagmiddag. Het gaat weer een stukje beter met mij. Ik heb nog steeds best wel veel pijn in mijn rug. En ik ben ontzettend moe, omdat ik nog niet echt lekker doorslaap met mijn nierbekkeninfectie. Maar het gaat elke dag een stukje beter. Ik moet alleen echt mijn rust pakken. Want gisteren ben ik dus voor het eerst eventjes naar buiten gegaan. Na een, nou ja, bijna een hele week binnen gebleven te zijn en niks te kunnen. En ik voelde dat ik wel alweer, sorry voor het bewegen van de camera trouwens, maar ik voelde dat ik wel weer eventjes iets kon doen en naar buiten kon gaan. Dus ik had het idee opgevat samen met Nick om naar het Amsterdamse bos te gaan met de kindjes en Morris en Nové. Die kwamen op bezoek. Mijn zus en zwager kwamen naar ons nieuwe huis kijken. Dus dat was hartstikke gezellig en het ging ook op zich best goed. Maar ik was na het Amsterdamse bos echt compleet totaal uitgeput. Dus die antibiotica die hakt er wel echt in. Dus heb ik heel lang geslapen. En vervolgens toen ik moest slapen, 's nachts kon ik niet slapen. Dus dat was een beetje vervelend. Maar nu ben ik onderweg naar Delia. Ik ben net bij de kapper geweest, bij Cosmo. Ik heb ervoor gekozen om expres de dingetjes die ontspanning geven door te laten gaan. Zoals lekker mijn haar laten wassen en feunen. Dat was ook echt wel even nodig na alle ellende van afgelopen week. Ik heb er wel eens knapper uitgezien. Dus ik voel me al een stukje beter als je haar maar goed zit, zeggen ze. Nou, en nu dus richting Delia. En die gaat even lekker mijn gezicht en huid aanpakken. Dat is ook wel echt heel hard nodig. Zeker nu tijdens de zwangerschap. Dus ik zal eventjes laten zien wat zij allemaal gaat doen. Keep you posted. En ik zet de camera weer even uit, want ik heb geen standaard. Dus de camera die gaat de hele tijd op en neer. Ik ben aangekomen bij Delia. Hallo! En we zijn hier in haar prachtige, relatief nieuwe pand. Ja, natuurlijk. Nou ja, al bijna een half jaar. Ja, je zit er al een half jaar. Maar ze moet nog steeds de opening doen. Erg, hè? Oh. Ik kan jullie vertellen, het is echt super mooi geworden. Ze heeft echt een hele goede smaak. Want je bent ook een lange tijd al fan van Josh Fee. Ja, zeker. Heel veel. Vertelde ik ook net in mijn vlog. Ik zeg, er was gewoon een lancering van alleen maar taupe. En dat is mijn kleurtje. Dus ik was helemaal fan. Nou ja, dus zodoende ken ik Delia ook. Ik had op Instagram gezien dat ze heel vaak Josh Fee droeg. En ik was op zoek naar iemand die mijn huid kon verbeteren. En ik denk dat jij het best even kan vertellen wat ik hier precies allemaal ga doen. En waarvoor ik hier kwam. En wat de bedoeling was. En wat nu de bedoeling is. Klopt. Nou, we zijn eigenlijk een huidkliniek. Echt tip-top voor huidverbetering. Alles kunnen we verbeteren. En waar Josh natuurlijk mee kan, is vooral veel pigmentatie. En daarom kwam je eigenlijk naar mij toe, hè? En toen zijn we het hele traject ingegaan voor behandelingen, voor de pigmentatie. En toen kwam het mooie nieuws naar buiten dat Josh zwanger is. Yes.
En toen moesten we het heel even op hold zetten. Want het pigment is natuurlijk best wel iets heftigs wat we pittig gaan aanpakken. En dat moet gewoon niet tijdens de zwangerschap. Wel betekent dat we natuurlijk moeten werken aan je weerstand en conditie. En natuurlijk je huid mooi egaal houden. Dus daar zijn we ons nu heel erg op aan het focussen. Mm-hmm. En straks als je bevallen bent, dan gaan we keihard trainen om die pigmentatie weg te krijgen. Yes. Ja, ik ben benieuwd hoor. Ja, vooralsnog. Kan niet wachten. Zijn mijn pigmentvlekjes niet erger geworden tijdens mijn zwangerschap? Nee. Dus ik hoop dat het zo blijft. Ja, en anders vinden we daar ook alweer een oplossing voor. Zeker. Kijk, we blijven het nu gewoon lekker onderdrukken. Dat blijven we sowieso doen. Maar wat er zit weghalen, dat gaan we pas doen als je straks bevallen bent. Yes. Alright. Nou, ik ga lekker ontspannen. Yes. Tot later. Nou, mijn eerste dagje op kantoor. Na alle ellende. Het is vandaag woensdag. Ik ga eventjes wat werk inhalen. Hey, ik kom net van kantoor en daar was ik lekker 4 uurtjes aan het werk. En toen belde de arts bij wie ik langs was geweest, waar dus geconstateerd werd dat ik een nierbekkeninfectie had. En hij belde of ik met spoed naar hem toe wilde komen, omdat er wat labtests zijn gedaan en daar is dus uitgekomen dat de antibiotica kuur, en dit is de tweede die ik nu heb, omdat de eerste niet breed genoeg was en niet geschikt was voor mijn type nierbekkeninfectie. Die was meer geschikt voor een blaasontsteking, wat ik dus niet meer heb. Dat is het ooit wel geweest, maar omhoog gekropen. Maar goed, dat is de tweede antibiotica kuur die ik nu aan het slikken ben. Ik zit op dag 5, 3 pillen per dag. Ik ben helemaal gesloopt ervan. Je wordt er moe van. En de pijn was iets gezakt, maar het werd nog niet echt minder. Dus ik voelde me een beetje een aansteller. Want ik dacht over 2 dagen moet ik toch echt wel weer. Dan ben ik secuur klaar. Dan moet ik gewoon weer aan het werk kunnen. Maar ik voelde me dus helemaal niet chill. En nu blijkt dus dat die hele antibiotica kuur, die eerste en die tweede, beide geen effect hebben gehad op mijn nierbekkeninfectie. En dat de bacterie die ik heb resistent is voor deze 2 kuren. Dus toen bleef er nog een kuur over die ik kon proberen. En die heb ik zojuist opgehaald bij de apotheek. En daar mag ik dan vanavond mee starten. Maar ik ben een beetje... Ik ben een beetje chagrijnig en teleurgesteld en ik ben gewoon echt helemaal klaar ermee, want ik heb nu een week lang voor niks helemaal mijn darmen naar de kloten geholpen met 2 antibiotica kuren voor niks. En de pijn die ik had en nog steeds heb is dus hiermee verklaard. En ik moet dus echt nog veel beter naar mijn lichaam luisteren dan dat ik al deed. Het is echt niet leuk en het is helemaal niet goed voor de baby. Dus ik ga volledige rust houden. Want dat is het doktersadvies. En dat is voor mij echt niet makkelijk. Volledige rust. Want ik wil gewoon lekker naar kantoor zoals vandaag. En zorgen dat alles onder controle is en zo. Maar het is nu even het allerbelangrijkste dat alles goed is. Met de kleine ukkepuk in mijn buik. Die gaat voor alles. Ook voor de zaak. Dus ik heb besloten om het advies van de dokter op te volgen. En complete rust te nemen. En even een paar dagen aan te zien hoe deze 3e antibiotica kuur gaat aanslaan. Nou, wish me luck. Ik heb echt geen zin in deze week. Maar even wat gezonde sapjes maken die goed zijn voor mij en voor de baby. En dit is mijn avondeten. Ik eet voor de verandering lekker vroeg. Want dan kan ik mijn eerste antibiotica pil innemen van mijn 3e kuur. En het is een linzencurry. Oh, kijk trouwens hoe mooi mijn nagel eruit ziet. Ik moet even terug naar... Electa door mijn zwangerschap. Laat alles lekker los en zo. Maar goed, back to my food. Ik ga dit nu lekker opeten. Het ziet er echt super lekker uit. Linzencurry.
Het is donderdag en Davy is zo lief geweest om mijn doormeals bij ons af te leveren thuis. Want die worden natuurlijk op kantoor bezorgd en daar ben ik vandaag niet geweest. En het ziet er echt heel lekker uit. Kijk. Lekker veel veggies. Bulgur en seasonal veggies. En deze. Voor Nick tandoori chicken pita. Ik ben benieuwd. Eet smakelijk. Raycon Fashion Service and Logistics. Ook voor al uw verhuizingen. Ah, dat hebben jullie vaker gedaan, dit. Ja, de laatste maand 3 keer. Als er niks meer wordt, dan... Ik zie wel toekomst voor jullie, dit. Kijk, ik sta aan, joh. Helemaal super. Davy, I love your new Balenciaga. Dit is exact. Ik laat hier even in beeld een foto verschijnen van de Balenciaga sjaal. Dit is onze variant. Love it. En door. Het is maandag en ik heb een relatief rustig weekend achter de rug. Ik ben nog een beetje herstellende. Ik zit op dag 5 van mijn 3e antibiotica kuur. Ik begin me nu een beetje beter te voelen. Dus ik heb besloten vandaag weer naar kantoor te gaan. In ieder geval voor een paar uurtjes. Het is ondertussen 12 uur. Dus ik heb een beetje geprobeerd uit te slapen. Want ik ben echt extreem moe. Door 3 antibiotica kuren achter elkaar die ik nog niet helemaal heb afgemaakt. Dus het is pittig. Maar ik ga richting kantoor. En dit is mijn lookje van vandaag. Met mijn mooie Kizzy boots met gouden bukkels. En dit jurkje uit de nieuwe collectie. En door mijn bolle buikje is die lekker sexy kort, zoals je kan zien. Het is ook echt maat S en ik heb nu eigenlijk natuurlijk geen maat S meer. Alright, ik neem jullie mee naar kantoor en dan update ik jullie later even over mijn gezondheidssituatie. Hey, het is nog steeds maandag en ik ben nog steeds op kantoor. En het is ondertussen 8:15. Dat was niet helemaal de bedoeling, want ik had beloofd het een beetje rustig aan te doen vandaag. En een halve dag te werken. Maar dat is dus een hele dag geworden. Dus ik ga nu gauw naar huis. Maar ik moet zeggen, het ging hartstikke goed vandaag. En ik zat er weer lekker in. Dus ik ben heel erg blij om weer terug te zijn op kantoor. Alleen, ik heb nu wel een beetje last van mijn rug, mijn buik en mijn zij. Dus ik moet echt, echt beter naar mijn lichaam luisteren. Dat heb ik mezelf beloofd. En de bubbe. Dus ik ga nu naar huis en dan ga ik echt precies niks meer doen. Alleen maar chillen, liggen op de bank met mijn benen omhoog. En dan vroeg naar bed. Morgen weer een dag. En het is gewoon alweer woensdag. Time flies when you're having fun. Ik ben op kantoor. Ik heb er alweer bijna een hele dag op zitten. En ik voel me stukken beter. Zoals beloofd, nog heel eventjes een korte update over mijn gezondheidsstatus. En die van de BB. Het gaat stukken beter. Ik ben vanmorgen nog eventjes bij de huisarts geweest. Om weer even wat testjes naar het lab te sturen. Die gaan dan echt alles driedubbel checken. Gezien wat er is gebeurd allemaal afgelopen periode. Om zeker te zijn dat alle bacteriën uit mijn lijf zijn verdwenen. En ik helemaal schoon ben. Het is natuurlijk wel een aanslag op je lijf. 3 antibiotica kuren tijdens je zwangerschap. Dus ik ben nog wel behoorlijk moe. Maar wel echt fit genoeg om lekker op kantoor te zijn. En ik ben gewoon heel erg blij om hier te zijn. Daar krijg ik ook weer energie van. Dus we gaan gewoon door. En verder ben ik heel enthousiast over de nieuwe trendcollectie. Die is ondertussen uitgeleverd en die hangt in de winkels. En ik wil eventjes wat items aan jullie laten zien. Want hij is echt prachtig. Kijk, dit zijn de eerste items van de trendcollectie die zijn uitgeleverd. Dus dit hangt nu, as we speak, in de winkels. Girls do it better. Of course, of course. Met een hele mooie embroidery. En
dit fijne Tencel setje. Deze mooie jurkjes. Super geschikt om naar een bruiloft aan te trekken natuurlijk. En een hele mooie comfortabele fit. Ja, jullie moeten echt eigenlijk de foto's bekijken van de campagne die bij deze collectie hoort. Het is zo mooi geworden. Normaal doe ik die shoots natuurlijk zelf, maar ik ben daartoe niet in staat op dit moment. En deze shirts, Sandy Toes and Salty Kisses. En dat is een hele mooie luxe embroidery. Hier zo met lurex. En deze variant met rood. En deze. Dus dit is nu uitgeleverd. En dan volgt er nog een drop met de overige items. Maar jullie kunnen in ieder geval alvast naar de winkel toe om deze items te scoren. En dit was weer mijn vlog van deze week. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat nog eventjes een reactie achter hieronder. Ik lees ze namelijk allemaal. Ik wil jullie ook nog eventjes bedanken, want de reacties op de vlog van vorige week, waarin ik vertelde over mijn hele antibiotica nierbekkenontsteking verhaal. Daar heb ik zoveel super lieve reacties op gekregen. Dat waardeer ik echt enorm. En gelukkig ben ik weer aan de betere hand. Dus bedankt daarvoor. En vergeet je vooral niet te abonneren. En dan zie ik jullie natuurlijk volgende week weer. Happy weekend. Bye bye. You gotta focus on the plateau.